allererste keer dat hij hier op podium komt, maar nog voor dat hij op podium komt, heeft hij nou wel een artiestennaam. Of hij heeft een bijnaam. Maar iedereen uit de buurt kent hem onder die naam. En hij zei ook, ja, ik weet dat te zeggen. En dan zal iedereen wel wild worden wanneer hij eraan komt. Dus word gerust al wild. Ontvang je met heel veel energie en enthousiasme. Hier is voor jullie Papadou! Twee stukken. Het eerste stuk gaat meer over mijn buurt. Het tweede stuk gaat over mijn land, België. Dus ja, gaan we beginnen. Met een 1,70 meter. Papadou, een kleine motherfucker. Maar fuck die fake slappers. Want weet je wel, vroeger op show kregen ze dagelijks klappen. Ik kon er nauwelijks op dapper. Dus ik blijf maar nederig voordat ik iets met je mama doe. Noem je privé mama fucker. Maar je dacht, er zijn zot in de buurt alleen maar flops. Er is stressen voor in top. Ik dacht, mijn plan al het top. Ik ben met Kiel, ik represent Kiel als dealers en uit deze brave gasten 2020 is onder plannen veel meer dan. Ook die gorro's, dikke zakken porro's, de 24-7 hasselen voor die oros. Maar dat is dat mijn disco zo uit de mens beste vriend met een blauwe uniform. Ze dragen het zo strak als een Barbie pop, ze vinden stikkerie, ze pakken mij op, ik moet mee naar het cachot, handboeien in de combi met die blauwe ogen geflopt. Terwijl ik dacht, het is maar een joke. Omdat ik geen gangster ben, ik ben nog altijd brokken zonder joke. Aan de motherfucking top. Vind je dat is zag nog dagelijks aan mijn kop. Weet je, fuck dat. Terug naar die vond op iets die wil zijn en naar beneden. Dikke bruine kop naar beneden. Het wordt een feestje. Dat was over mijn straat. Over mijn straat. Hey. Oké, nu gaan we een beetje serieuzer. Bijvoorbeeld, wat ik dagelijks zie, onderdrukken en regeren, consumenten creëren. Ik zie alleen maar een politie staat met paras op straat die parasiteren. Opnieuw zijn alleen terreur en haat, terwijl macht en geld is tegen wat die geldwolven interesseren. Met gebruik van luide sirenes die intimideren, stoere smurven die zich gedragen als mediteren. Machtmisbruikers die discrimineren en beleggers als politiekers, illuminati die te vergeten wat die darmetjes begeren is om mijn vrije wil te beheren en iedereen met mijn realisme te manipuleren. Op tv zie jongeren alleen miserie, ziet de dagelijks valse idolen saluteren om als zombies te leven tot 65 te variëren. Voor wat? Voor elk weekend in shopping of La Roca je spaarrekening te gaan leren. Voor bazen die nogthans alle rijkdommen van de wereld exploiteren. En nooit met de hongersnorgen willen delen. Maar liever van de oorlogen profiteren. Met de fok dat terug naar de stad van flikken graag terroriseren. Door middel van nul-tolerantie, meer een soort van stapopleiding. Dat associeert met arrogantie dat je zelf vaak tegenkomt bij ministeriële instanties. En nog iets. Sommige van diegenen die rijden onder sirenes. Gedragen zich meer als criminelen dan de meeste criminelen. En ik weet, in de cel is het knap, maar toch verlang ik nog altijd naar het snelle geld. En er niks aan doen over compensatie door het opgroeien zonder kleingeld. Met je alleen toepak als held. Switch snel je gedachten, plannen komen naar boven. Meestal dezelfde, geld zegt de duivel. Maar denk eraan, holy hell is er hier dan een oven. Dus beslis wie je bent, een echte vent of een image van een commercieel model. Net pas een Chinese Prada-bril. Weet je, deze tekst gaat zelfs niet over wie ik zelf horen wil. Maar het is het enige wat gaat zorgen voor een verschil tussen good en evil. Thank you. Om het te zeggen in een taal uit een strijd waar je you killed it. eigenlijk is het heel simpel. Justin kwam er net naar mij en die zei, ja, ik ben om twijfelen, moet ik dat doen met een instrumental of moet ik het a cappella doen? En ik zei gewoon heel simpel, kijk, als je het van buiten kent, laat die een instrumental gewoon links liggen. Het is hun eerste keer, het is de bedoeling dat de mensen horen wat je te zeggen hebt. En het is misschien, was het voor sommigen snel, maar dat is flow. Die flow, die hadden we misschien niet kunnen opvangen als daar een beat over ging. Want, als jij je beat niet meepakt van thuis, dan is dat niet dezelfde. Dan had jij misschien uit je flow willen. Maar dat hebben we allemaal gemerkt. Heel simpel, dat was een spel met taal en een spel met ritme. Dat is iets wat je al sowieso, dat kreeg je er niet in op twee regen. Dus, geef je nog een zware applaus.